Stel je voor, je bent mega enthousiast over jouw persbericht. Je kan er uren over praten en je vindt je bericht ook nog mega interessant. Hoe komt het dan dat jouw bericht niet wordt opgepakt door de media? Hoe zorg je ervoor dat je geïnvesteerde tijd en moeite de volgende keer wel wordt beloond met extra publiciteit? En natuurlijk ook heel belangrijk, backlinks. Ik ben Rick van DoubleSmart en in deze video leg ik je uit hoe je aan de hand van 7 tips een ijzersterk persbericht kunt schrijven. Het verspreiden van persberichten kan een onderdeel zijn van jouw SEO-strategie en is dus voor veel bedrijven interessant om je mee bezig te houden. Wanneer jouw persberichten een bepaalde nieuwswaarde hebben en daardoor geplaatst worden op andere websites met een backlink, draagt dat weer bij aan een hogere positie in de zoekmachines. En, niet onbelangrijk, de bedrijfsnaam wordt verspreid op verschillende autoritaire platforms die niet alleen zorgen voor digitale autoriteit, maar ook autoriteit in de ogen van jouw klant. Hoe dat principe van linkbuilding precies werkt, leggen we uit in een van onze video's hierboven. Nu we het over het belang van persberichten hebben gehad, wil ik je graag meenemen in de 7 essentiële stappen die jouw persbericht naar het volgende niveau gaan tillen. Allereerst, zorg ervoor dat jouw persbericht nieuwswaarde bevat. Dat klinkt natuurlijk hartstikke logisch, dat een persbericht nieuwswaarde moet hebben. Toch blijkt dat in de praktijk wat ingewikkelder in elkaar te steken dan je in eerste instantie zou denken. Iets wat nieuw is, wordt door journalisten namelijk niet automatisch ook als nieuwswaarde gezien. En andersom kan een verouderd bericht met een actuele invalshoek juist wel nieuwswaarde hebben. Maar hoe kies je een nieuwswaardige invalshoek voor jouw persbericht? Het belangrijkste om te onthouden is dat je ver weg moet blijven van een commerciële insteek. Een bericht dat duidelijk als reclame bedoeld is, zal door journalisten regelrecht in de prullenbak worden gegooid. Wat journalisten wel als nieuwswaardig zien, is het volgende. Actueel nieuws. Het moet juist nu relevant zijn. Gebruik bijvoorbeeld resultaten uit een recent onderzoek dat betrekking heeft op het onderwerp. Of haak in op een evenement of actualiteit. Belangrijk nieuws. Kies bijvoorbeeld een onderwerp dat hoog op de maatschappelijke agenda staat. Of bijzonder nieuws. Zorg voor een opvallende en unieke en misschien zelfs wel grappige insteek. Kijk eventjes mee naar het volgende voorbeeld. Een webshop dat rolluiken verkoopt met de invalshoek een nieuw model rolluiken gelanceerd is te commercieel en dus ook niet relevant genoeg. Toch zijn hier interessante invalshoeken voor te bedenken die inhaken op actuele onderwerpen en trends. Bijvoorbeeld, consumenten kunnen wel 10% energie besparen met rolluiken. De tweede tip. Geef zo snel mogelijk antwoord op de 5 W-vragen. De 5 W-vragen bestaan uit wie, wat, waar, wanneer en waarom. Een goed persbericht zou antwoord moeten geven op deze 5 vragen. Wanneer je al deze 5 vragen hebt beantwoord, zou je de lezer volledig moeten voorzien in zijn of haar informatiebehoeften. Ons advies is om alle 5 de W-vragen te beantwoorden in de inleiding. Zoals je in dit voorbeeld ook kunt zien. Door de belangrijkste informatie bovenaan het persbericht te plaatsen, trek je meteen de aandacht en snapt de lezer meteen waar het over gaat. Tip 3. Maak je persbericht oprolbaar. Waarschijnlijk heb je deze term wel vaker horen vallen, een oprolbare tekst. Maar wat is dat nou precies? Een oprolbare tekst is wanneer je vanaf de onderkant van het bericht 1, 2 of zelfs 3 alinea's kan weghalen en nog steeds een kloppend verhaal overhoudt. Dat een persbericht oprolbaar moet zijn, heeft een verklaarbare reden. Wanneer er bijvoorbeeld niet genoeg ruimte is op een nieuwssite of in een krant, dan kan de journalist zomaar besluiten slechts een deel van het bericht te plaatsen. In deze situatie is het dus fijn om een oprolbare tekst te hebben, zodat de lezer nog steeds de tekst begrijpt en zonder vragen achterblijft wanneer de tekst wordt ingekort, zoals je in dit voorbeeld kunt zien. Tip 4. Gebruik informatieve koppen. In een blogtekst kun je losgaan met creativiteit en woordgrappen. Bij een persbericht kan je dat maar beter achterwege laten. Wij raden aan om koppen te gebruiken die informatief zijn en de scannende lezer houvast biedt. Hier zijn 2 richtlijnen waar je je aan kunt houden. De hoofdkop is nieuwsgierig en geeft antwoord op minstens 2 van de W-vragen. Meestal gaat het om de wie en de wat. De tussenkoppen vertellen kort en bondig wat er in de desbetreffende alinea te lezen valt. Als we weer kijken naar het voorbeeld, dan zie je een aantal voorbeelden van informatieve koppen. De tussenkop consumenten laat zien voor wie het bericht is. En besparing in cijfers dekt precies de lading van wat er in de betreffende alinea te lezen valt. Je voldoet daarmee exact aan de verwachting van de scannende lezer. Tip 5. Schrijf helder, actief en objectief. Vermijd eindeloos gebabbel en ingewikkeld taalgebruik. Hiermee raakt de lezer gegarandeerd de draad kwijt. Wees lekker simpel, helder, bondig in je teksten. Dat is de schrijfstijl die journalisten en lezers graag zien. Hou je zinnen en alinea's kort en vermijd oudbollige woorden. Kies voor een vlotte en een actieve schrijfstijl. Hou in je achterhoofd dat een tekst ten alle tijde objectief moet zijn. Oftewel, zet geen mening op papier en hou het feitelijk. Dan gaan we er eventjes kijken naar het voorbeeld van de rolluiken. Als schrijver heb je snel de neiging om uitspraken te doen als maar liefst
10% besparing. Dit is vrij subjectief, want wie zegt dat iedereen zo denkt over die 10%? Een deel van de lezers zal misschien naar dit percentage kijken als slechts 10% besparing. Tip 6. Versterk je persbericht met een relevante quote. Quotes doen het altijd goed bij journalisten, als deze natuurlijk maar relevant zijn en waarde toevoegen aan het persbericht. Laat een persoon of partij aan het woord die daadwerkelijk iets te vertellen heeft over het onderwerp van je bericht. En nog belangrijker, zorg ervoor dat die quote geen herhaling of samenvatting is van wat eerder in het persbericht al verteld wordt. Kom dus echt met nieuwe, aanvullende informatie die een logisch verband houden met de rest van het bericht. We gaan weer even kijken naar het voorbeeld van het persbericht. Hier zien we een sterke quote die daadwerkelijk relevant is aan het verhaal. In deze quote legt Somfy uit hoe rolluiken zorgen voor een energiebesparing. Dit is aanvullende informatie en precies wat de lezer wil weten. Tip 7. Gebruik de standaard layout van een persbericht. Journalisten zien wekelijks heel wat persberichten in hun mailbox verschijnen. Ze zullen er blij van worden als ze een bericht ontvangen met een herkenbare layout. Hierdoor hoeven ze namelijk niet te zoeken naar informatie. Hier is een voorbeeld van een standaard layout die jij kan gebruiken. Plaats het daadwerkelijke persbericht hier, tussen de twee scheidingslijnen. Voeg hierboven belangrijke informatie toe, zoals bedrijfsnaam, datum en plaats. En onderaan plaats je de gegevens van de contactpersoon. Belangrijk om te onthouden, je persbericht mag maar een maximale lengte hebben van 1 A4'tje. Nou, ik hoop dat deze tips jou een heel eind op weg kunnen helpen bij het schrijven van een goed persbericht. Wil het toch niet lukken of heb je simpelweg geen tijd? Dan wil één van onze copywriters deze klus graag voor je uit handen nemen. En wil jij meer informatie over online marketing? Abonneer je dan op dit kanaal voor wekelijkse marketinginspiratie. Of ga naar onze website. We hebben een hele kennisbank en online marketingkennis voor je. Allemaal handige handleidingen, stappenplannen en artikelen met bruikbare informatie die onze specialisten met alle liefde delen met de wereld.